Henk Brinesse, voorzitter van amateurtuinersvereniging Ons Genot in Utrecht, merkt dat jonge mensen de tuin in gaan. Sinds een jaar of 10 zien we dat steeds meer jonge mensen ook zeer veel interesse hebben in het tuinieren. En wat vindt de voorzitter van de tuinierende studenten? Geweldig. Geweldig. Iedereen die gaat tuinieren, dat kan ik alleen nog maar toejuichen. Want het is heerlijk om buiten in de natuur bezig te zijn met je eigen zaadjes die je dus gaat zaaien en je plantjes die je gaat poten en daarvan ziet groeien en daar zelfs op een gegeven moment van kan gaan eten. Dat is heerlijk. Ben je trots op jezelf. De gouden tip. Ja, dat is toch wel eigenlijk als het aan het groeien is om minimaal 1 keer in de 2 dagen naar je tuintje toe te gaan en het heerlijk te verzorgen. Want dat is heel belangrijk, want een hele hoop denken maar, nou, het is nu aan het groeien, nou heeft het geen onderhoud meer nodig. Nee, dat is juist, dan heeft het verzorging, een beetje water en je zou bijna zeggen, je moet het een beetje toespreken.